Kom maar, Shelly, kom maar. Kom. Oh nee, ze is weggevlogen. Waar is ze? Wat? Welke kat denk jij dat het slimst is? Hallo iedereen. Ik ben vandaag gaan fitnessen. Ik heb een circuit gedaan van een paar oefeningen, 3 keren. En dan heb ik sprintjes gedaan en trappen, 10 minuten. Of course, ik doe altijd de trappen, zodat trapmachine Stairmaster is goed voor de poepen, zeggen ze. Dus ik ben benieuwd. En voor de rest heb ik echt de hele dag gewerkt. Céline is momenteel weg, die is weg met natuurhuisje. In een natuurhuisje bedoel ik. Dus ik was alleen, ik stond er alleen voor en er moest een nieuwe collectie online vandaag. Dus dat heb ik allemaal gedaan. Daar ben ik eigenlijk de rest van de dag gewoon mee bezig geweest. En dan heb ik nog pakjes gaan maken bij Céline thuis. Wat raar was, want ik was er helemaal alleen. Dus dat was heel gek. Maar ik ben er nog wel eens alleen geweest, maar met Milka. Dus dat is anders. Ik wil nu laten, maar ik kan nog niet. Milky, ik lijk op u. Echt waar, Milky, waar is hij? Nee, hier. Milky. Milky kijkt echt naar mij van, what the... Show jullie kontjes eens. Staartjes bedoel ik. Oei. Chic jong. Ja. Oh, ik zie Milky niet meer. Ik ben een unicorn. Het is camouflage. Oei. Oei. Vast aan mij. Mooi. Mooi, hè? Ik heb het wel van gezien. Oh my god. Je bent zo'n kikker, jij. Oh nee, je bent een dan maar een... Dat was keihard. Ik had hem nog niet. Ik had hem nog niet. Ik ben een eenhoorn. Yo, peace out. Ik ga chillen met mijn billen. Hela! Jawel, ik wil dat ik kom te werken. Dat was cool geweest met mijn staart. Ja, zeg. Maar dat kan ik niet. Als iemand me les wilt geven? Nee, ik film dat niet. Nee! Zo niet, cool, hè? Ja, het is wel cool. Het is echt super warm. Ik wil ook zo in, hè? Ja. Ja, hebben die nog iets cool? Kunt. Ja, nee, die hebben wel alleen maar vrouwen. Een lap, hè? Ah, toch wel, ik heb gezien. Maakt niet uit, ik neem hem. Oké, okay, die hebben er wel echt heel veel. Ja. Niet alleen unicorns, maar ook zo met hartjes. En een paarse heb ik ook zo gezien, een fluffy paarse. En goed nieuws voor iedereen, ik heb 10% korting. Oh my god. Ja, ik heb echt 10% korting. Echt? Goed, hè? Nice. Kijk, goed. Ik zal het hieronder zetten. En onder in de beschrijving heb ik een link. Het is trouwens ook echt zo al keigoedkoop eigenlijk. Maar ja, 10% korting hè, op Lossara. Wil jij de swag van Thalisa hebben met de eenhoorn? En de... Komt die ook vandaar? Ja. Oh my god. Ik heb dat samengepakt. Dat is de whole package, hè. Ik dacht, je kunt geen eenhoorn pakje hebben zonder eenhoorn sloeven. Go hard or go home, hè. Ja. Maar ik heb er nu wel warm van te dansen. We gaan in de zetel chillen. Dat is echt wel cool. En ik vind het ook wel cool dat hij een hanenkam heeft. Hanenkam? Ah ja, echt ogen. Ja, de manen, hè. De manen van het paard. Oh, zo so pretty. Ja, knuffel mij eens. Ben zacht, hè. Ja. En? En zacht. Dat is echt kei zacht, hè? Ja, dat ziet er kei grappig uit. Hey, als je dat daar ziet. Ik ben met mijn staartje aan het kwispelen, want ik ben heel gelukkig. Oh ja, hij ziet er zo gelukkig uit. En ik heb ook vleugels. Laat zien. Ah ja. Zo, ik ben zijn dat glittervleugels? Die ook kan vliegen. Die is dus zo weg. Oh nee, ze is weggevlogen. Waar is ze? Wat? Oké, genoeg. Kom, we gaan chillen in de zetel. Yes, met een staartje. Met een staart. Sam. Ja? Welke kat denk jij dat het slimst is?
Milky. Ja, ik denk ook Milky. Ja. En Tomste? Sheldon. Sheldon. Sowieso. Denk ik ook. Oké, dus we zeggen dat Milky het slimste is. En dat Sheldon het domste is. En Muffin is gewoon tussenin. Dus we gaan dat zelfs testen ergens nog in deze video. Hè? Ben benieuwd. Ja, ik ook. Time has come. To test the cats. Wij gaan de katjes testen en kijken wie er de slimste kat is. Maar de vraag is, gaan we ze allemaal samen houden of gaan we ze één voor één testen? Ik weet niet, wat is het beste, denk je? Ik zou ze één voor één testen, de andere twee in de badkamer zetten. Ja. En de tijd opnemen. Oké, dan doen we dat. Oké, we gaan één test doen als we met het zakje van de snoepjes rammelen, als die direct komt naar ons. Dan gaan we een test doen met een snoepje, laten ruiken, onder een handdoek leggen en kijken als hij dat vindt. En dan gaan we de test doen van de kat onder de handdoek te leggen en kijken hoe snel die er onderuit is. Oké, dat goed. Zijn de drie testen die we gaan doen. Let's go. Zal ik timen en jij? Is goed. Oké. We gaan beginnen met Milky. Bij de eerste test gaan we de timer niet gebruiken, want het is gewoon om te zien als die komt als ik hiermee schud. Ik denk dat het duidelijk Milky al weet wat gaat komen. Kom hier, hop. Kom erop. Kom. Maar ja, erop. Ik zit hier wel, dat is misschien raar, dus... Ik weet niet. Beter gaan staan. Maar ja, normaal. Milky komt alleszins. Oké. Wat gaat snoepje niet? Voor de... dat is mijn pose. Voor de volgende test gaan we dus timen. Ik ga het snoepje onder de handdoek verstoppen. Maar ik ga ervoor een zalmsnoepje nemen. Want dat ruikt wel iets feller. Die andere zijn zo anti-haarbal, maar die hebben echt geen geur. Ruikt lekker. Zeg maar ja. Hè? Ja. Waar is het snoepje? Waar is het snoepje? Hier, Milky. Hier is het. Ja, hier. Zoek het snoepje maar. Ruik maar eens, hier. Milky. Je moet de handdoek aan de kant doen. Maar we kunnen niet dat eigenlijk. Ik weet dat niet. Dat is deel van de test, hè? Ja, ja. Kom aan, je kan het. Die ruikt het wel. Ja, nee, ik heb het niet. Het is hier. Ik zal het een beetje meer misschien naar de hoek leggen. Dat is hints geven, hè? Ja. Hier is het. Hier, kijk. Allee. Je doet dat niet aan de kant, hè? Nee. Milky, hier. Ja, het is er onderuit. Ja. Hoe? Half, half. Oei. Kom aan, Milky. Ja. Ja! Stop de knop. We hebben een beetje hulp, maar anderhalve minuut, hè? Dat is toch kei snel, hè? Goed gedaan! De derde test. Gaan we Milky onder de handdoek doen en kijken hoe lang het duurt dat hij er onderuit komt. Milky, kom hier. Oei, staat niet op de camera. Oh, Garm. Je staat in de weg, denk ik. Oh, Garm, Milky, kom er onderuit. Zeg, dat is dierenmishandeling. Snel, snel, Milky. Ja, nee, hè, die stikt toch niet of zo. Milky, kom er onderuit. Anders krijgt hij een hartaanval. Och. Een wandelende handdoek. Allee, Milky. Dat is toch niet zo moeilijk? Milky.
Ah, goed zo! Goed zo, Milks! Goed zo! Kom maar! Nog een klein stukje! Ik ben wel gestopt, hè? Oeh, die is er toch nog niet onderuit, hè? Ah, ja, oké. Sammy toch! Sam, de timer, is niet zo goed bezig. Kom aan, Milky! Bijna! Ja, goed! Oh, Karim! Milks, kom aan! You can do it! You can do it! Kom aan! Gooi hem van je. Ja, goed zo! Loop maar een rondje. Oh, Karim. Lekker gaat niet helpen. Allee, doe het eraf. Ja, goed zo. Stop de tijd. 1 minuut 5. En 5 seconden. Wauw, dat is kei snel, Milky. Goed gedaan. Oké, nu is het de beurt aan Muffin. Ja, je hebt het goed gedaan. Je krijgt wel nog een snoepje, goed? Mooi. Goed zo! Dat was heel snel. Amai, dat was echt heel snel. Dat was wel sneller dan Milky. Kijk, zie. Oké, test 2. Het snoepje onder de handdoek. Goed ruiken. Ik ga het ook wel echt in de hoek leggen. Want het was bij Milky ook. Oké, go! En hier. Hier, Muffin. Waar is het snoepje? Waar is het? Pak hem maar. Ja, goed zo. Natuurlijk wel denken dat Muffin een beetje geurproblemen heeft. Dus die hoort Milky en Sheldon in de badkamer. Mm-hmm. Die denkt, I'm missing out at the party. Oké. Okay. Ja. Muffin. Walking away. Muffin, kijk eens hier. Muffin. Die komt zelfs niet. Is volgens mij eerder op zoek naar de andere katjes. Ja, die denkt, waar zijn die andere twee nu? Oké. Muffin? Geen dat. Kijk eens hier. Muffin? Oké, okay, die heeft echt geen interesse. Die is gewoon afgeleid, snoepje. Denk ik. Muffin, kom hier. Oei. Nee. Die wil geen snoepje. Oei, jawel, maar die hoort van alles. Nee. Oké. Okay. Oké, okay, dat is duidelijk. Dat was een fail van Muffin. Test nummer 3. Muffin onder de handdoek. Ja, start. Oei. Muffin? Karim. Muffin, oei. Je loopt tegen de mand. Muffin, ja, goed zo. Oei. Bijna. Hallo, Muffin, we zien u niet meer. Kom bijna, in. Goed bezig. Kom maar. Kom. Kom maar. Hallo. Zijn je camera shy of wat is het? Muffin? Oké. Okay. Maakt die niet uit, denk ik, dat er nog een stukje op die hangt of zo. Kom eens hier. Kom hier, kom. Kom eens hier. Kom. Loop. Allee, Muff. Muffin, kom. Kom hier. Kom eens kijken. Kom eens kijken, Muffin. Muffin. Blijft echt zo zitten, what the hell? Muffin! Oké, het is al langer als Milky aan het duren. Ja, het is al 1 minuut en 15 seconden. Muffin! Hey. Kom hier! Kom hier! Kom eens hier! Kom eens hier! Ja, kom! Goed zo! Ja, kom! Ja, ja, oké. Het is er vanaf. Dat telt. Woehoe! 1 minuut en een half! Next up is Mr. Schmelly! Vrij snel.
Test nummer 2. Hier is het. Hier is het. Shell. Shelly. Hier is het. Hier. Hier zo. Wacht, Snoepje. Sheldon gaat gewoon liggen. Laat het nog eens zien. Snoepje. Sheldon. Laat eens zien. Ja, die ziet het. Oh. Maar. Ik leg dat erop en dan ziet hij dat niet meer. Oh jawel. Ja, goed. Pak het hier. Hier zo. Dan volgt uw hand echt, hè? Ja. Hier is het. Ik zal mijn handen hier houden. Hier. Sheldon. Ja, goed. Het gaat met zijn pootje. Hier. Ja, goed. Allee. Ja, goed zo. Goed zo. Yay. Stop de klok. 1 minuut 21. Woehoe, kijk goed, Shelly. Proficiat. Test nummer 3. Zijn je er klaar voor? Ik ben klaar, ja. Oké, 1, 2, 3. Oh, Garen. Shellyke. Shelly, kom maar uit. Kom maar, Shelly, kom maar. Kom. Shelly, kom. Shelly. Oh joh, dat was keisnel. Oh joh, 16 seconden. Wauw. Ik ben trots op Shelly, joh. Ik ook, kijk goed. Beloning. Goed zo, goed gedaan. Kom. En Muffin zit daar onder de tafel. Die komt geen niet. Geen zin meer? Nee. Muff! Nope. Ik denk dat het heel duidelijk is, hè. We hebben ons dik vergist in onze katjes. Wij dachten dat Sheldon de domste ging zijn, maar Sheldon had de snelste tijden. Dus Sheldon is de slimste. Ja, die was wel een beetje aan het zoeken zo onder u. Naar je hand de hele tijd. Ja, ook bij het snoepje zo. Hij had wel door dat er iets was. Mm. En dan denk ik een mooie tweede plaats is Milk. Milky was ook wel best snel. Minder snel, maar oké. En de derde plaats gaat naar Muffin. Muffin had geen interesse in de snoepjes precies. Precies niet, nee. Die dacht, I don't give a bitch. Ja. Dus, ja. Yeah. Goed gedaan, katjes. Goed ik ben job, fier katjes. Op onze ik baby's. Ik ook, echt waar. Ja. Oei, wat is duwen. Ah, daar zijn we al. Moest al niet meer duwen. Magic. It's magic. Ik doe het zo slim. Oké, wij gaan hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Doe zeker! Twee vingers in de lucht. Nee? Doe anders. Twee vingers in uw neusgaten. Oh, dus doe zeker thumbs up. Ah ja, dat was het. Ja, dat was het. Vergeet ook niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En wij zien jullie morgen.